lang geen klompen en hondje klap meer in café Vellinga aan de Veemerkstritte in Snits. Maar de sfeer is er nog wel. Jong geen keerplje, maar dichters in de ziel. Dichters jong binnen doet hetzelfde als jong. Anne Verdema en Cornelis van der Wal binnen even jeder komen om de zaak kleer te maaien. We binnen de cadeautjes rond verpakken van de mooie dealers. Die mooi toch van die jong. En wat zit erin? Er zit een cadeaubon in en een bierconsumptiebon. Hoe stiet mij de dichters in Friesland? Nou, er is wat probleem met het uitjaan van Bontel Zimtseburg. Dat is gewoon een beetje een probleem. Hoe komt dat? Ja, uitjouwers kennen het meer over het zinje. Dat is nooit dingen, maar het idealisme is echt voort. Zimtseburg. Maar waar laat je dat dan? Ik weet het niet. Het is de bijen leren net meer op school dat ze hoe ze poëzie lezen moeten. Maar misschien ieder praat van wat sek, hè? Dat is het best kennen. Het is kommer en kwel in Dichtersloon. Maar dat weer houdt ze er net van om één keer in de safletie bij elkaar te komen en de leefde van de poëzij te besjongen. Het literaire tijdschrift Ensaf houdt de kop ervoor. Misschien wilt je een beter weten in. En regelen dat jong en oud, beginnend en al heel lang aan de gang, uw eigen werk voordragen koe. Kort en wiet, van tijd geen weet, bliet mij het deiljocht dat een oor haven bracht. Goeiemorgen, o muze. Bloemen lekker lezen. Litte sliep, maar hing je. Ik zal net volle sissen. Koetse wijn op wijn uit Praag, maar al te graag, maar al te graag. Mozart laak het. Zien lights kleur het giel, blij redige morgen. Maak het kjel roegpoot moezevalk in Biemskop. Glop, glop, glop. Hey, Constance, skeetje, droltje, poepie. Wees weer, het waar wordt minder. Pluwiers die oren skuip, het stuurt zijn trien op u zo. Mozart laak het hemzelf slap. Glop, glop, glop. Joch de wolken. Eeuwige wolken, dreeuwen maar, en dreeuwen der liekwolken dreeuwen. Vierder zonder lijst van het wonder, maar wolken te wijzen. Dank u wel. Ik ben op schaafde knibbels, zocht verbinding met een gadelijke God. En kreeg als advies, geef me weer omheeg, de treppen verhield dit kwatter. Hoe wichtig is een podium voor een dichter? Nou, ik denk dat het wel van belang is. Je kunt natuurlijk altijd op een zolderkamertje blijven zitten, maar niemand weet wat je doet. En je hebt toch een soort referentiekader nodig. Kun je toch wel even zien laten, dan sta je wel een beetje in de spotlights. En boven dat vind ik het ook heel mooi werk om te doen. Dus ja, en ik ga dus een eigen boek, nou ja, dan verkeer je het. Dat makkelijker verkeer je als wanneer het gewoon in een boekwinkel waait. Je doet het niet helemaal voor een ander, maar je doet het ook niet alleen voor jezelf. Met te lezen of de harker het begrijpen? Dat vind ik wel het mooiste altijd, ja. Ja. Dus net te abstract? Nou, kijk, zo abstract mogelijk dat het lezen het toch nog biedt. Het thema van de Nationale Gedichtendag vierde hier muziek. Hein Jaap Hilarides, de pianist van de Hein Jaap Hilarides Band, is dichter en muzikus. Hey! Kennen je douche op een gedicht? Ja, zeker. Ik denk dat het hoeft niet eens per se een heel swingend. Dat is al een ritmegevoel eronder heeft, dat is natuurlijk wel het mooiste. Ik ben ook gedicht niet gewoon. En zeker tegenwoordig een heel wat voordragers die het al een geweldige swing in hun gedichten hebben. Dus dat nou, kist er sowieso op zwingen, maar natuurlijk ook kist ook skuflop. Maar langzaam altijd gewoon een bepaalde gedragenheid heeft, een bepaald gevoel van ik wil erop bewegen.
Dank is de overhoop daar natuurlijk. Tweeslachtig. Ik sta de ruimte over. Zij reageren toch gewoon elke keer weer op woorden. Op woorden en op klanken. Hans natuurlijk vooral op klanken. Dat hoort ook. Hij doet er iets met. En dan af en toe moet ik ook even op hem wachten. Nou, en Hendrik die zoekt natuurlijk in zijn ritme, zoekt die dingen. Die geeft mij ook dingen aan of omgekeerd. En ja, dat blijft altijd fascinerend, omdat het op het moment gebeurt. En na de melkstaal gaan. Op het eerste gezicht een wat trieste jong, amper publiek en alleen nog maar dichters in een zeel. Zelf liet je de poëten haar daar net om te bekroortjen. Een dichter wil een podium hè, en dat de zeel dan vol of leeg is, is van minder belang. Doch jouwt Pieter Boersma ta dat wat meer publiek wel aardig was hier. Nee, dat was net een heel soort publiek. We hebben ons in de promotie, zeg maar zeggen, in het bekender maatje, hebben we ons eigenlijk meer op de dichters rjochten als op het publiek. Dat kan misschien nog wel eens wat ontdien worden, maar uiteindelijk, ik ben helemaal tevreden.